Kom, we doen er nog één. An Albuquerque woman was attacked. This is goed a horrible, horrible, ironic story in her home. And the family's U.S. citizenship papers were torn up when a man incorrectly believed she was a Muslim. According to Albuquerque's KRQE, the woman and her family are Catholic. Kijk. And they're Catholic. Ja. Nu gaan we even stopzetten. Het katholieke geloof, dat is geen christelijk geloof. Dat is Babylon. En het katholieke geloof, dat heeft het moslim, wat we dan het Arabisch, het Mohammedanisme, zeggen we op zijn Nederlands. Het Mohammedanisme, dat hebben ze opgezet. Er is niet zo heel erg veel verschil tussen het, of bijna geen verschil, de katholicisme en moslims. En wat zou ermee gebeurd zijn? Who fled that country 6 years ago to escape religious persecution. They told the news station that they never expected this would happen in their new adopted homeland. So around midday last week, Seham Jaber was home alone when the doorbell rang. So she wasn't out on the street, she wasn't even in public, she was in her own home. She went to go answer the door, she figured it was her husband. Then a man wearing a mask and gloves punched her in the face and all over the body, shouted anti-Muslim slurs and all sorts of horrible things. The attacker demanded to know where the family kept its money and gold. He then ransacked the house, taking money and jewelry. When he found the family's U.S. citizenship papers in the back room, he destroyed them in front of her. Her husband found her semi-conscious on the apartment floor with injuries to her face, head, and chest. This a-hole is still at large, but just in case you're in the area, he's tall, white, medium build, blue eyes. And the day of the attack, he wore a black mask and a yellow shirt. And blue. Oh, hij heeft blauwe ogen. Bigots, when they get it wrong, I wonder if they go home and... Dus de aanvaller had blauwe ogen. Dit is niet racistisch of zo, hè? Dat begrijp je wel. Het gaat namelijk over iemand die was tegen de paus. Kennelijk. En dat zal alweer een... of het was gewoon een setup. Laten we wel kijken wat die man zegt. Like that, how stupid they are. Did he ever discover that she's actually Christian and think like, oh man. Nee. Als je katholiek bent, ben je geen christen. Als je katholiek bent, dan doe je een idolaterie. Dat is Maria-verering. En dan wil je iedere zondag naar een gebouw met gestapelde stenen. Vrijmetselaars of zo. En dan met die demonen erop. Je bent geen christen als je een katholiek bent. I beat the living hell out of the wrong religion. And does he then think like, oh, I wish I could then persecute the right religion? Yeah, absolutely. Right. Sure. And this is bullcrap. The wrong religion, the right religion. En ze zitten een beetje te zeuren over, weet ik wel, wat er nou weer gebeurd is. Het idee van de katholieke kerk is dat... Ze zijn ontzettend slim. Ontzettend slim. Echt heel erg slim. Ze zijn de verstandigste mensen van deze aarde. Qua cognitiviteit of zo. Ze begrijpen heel goed. Ja. En ze begrijpen ook wel dat die dame daar links, die heeft lekkere tieten. Ja. En die man daar rechts, die ja, heeft denk ik ook een vrouwtje thuis of zo. Ja. En ze lullen maar wat over bigoterie. Dat is racisme. Maar zij zijn de racisten. Want zij hebben het erover dat die dader blauwe ogen had. En welk ras heeft verschillende oogkleuren? Zijn dat de negers soms? Where's your money and gold? That's like going up to an Irish person and saying, where are your purple horseshoes and your yellow stuff? Like, those are lucky charms. What are you talking about? That's where's the end of the rainbow? Thank you. Okay, so now, and of course, the tragic irony that she left Iraq to avoid religious persecution because she's Christian.
Right? And then she comes here. Nee, ze is geen christen. Zij is katholiek. Katholicisme is geen christendom. And gets persecuted because they think she's Muslim. Oh my, it makes the head explode. En de Mohammedanen, en dat ben dezelfde lu wie die katholiek. Hè? And something even creepier, that since she wasn't out on the street, she wasn't her home, this person obviously had been watching her. So before this even happened, he wasn't just knocking on random doors. He saw that this woman who looked different than he did was, you know, somebody he wanted to attack. Yeah, that's the really scary part. And look, this happens all the time with these idiot bigots, right? So there was the guy who attacked a Sikh temple thinking they were Muslims. Right. Okay. And then there was the neo-Nazi guy. Er is ook helemaal niks mis met het feit dat Mohammedanen af en toe de regels overtreden. Want het zijn toch Mohammedanen. En Mohammedanen, die moet je alle vrijheid geven. Tenzij je katholieken. Nee, mensen. Wij gaan hier aan kapot. Dus als wij nog langer blijven luisteren naar dit soort bullcrap. En die vrouw daar links met die dikke tieten. En die gelakte nagels. En die zit zo'n beetje eigenwijs te kijken met de mooie haar. En dat, ik ben er misschien wel een klein beetje jaloers op dat mooie haar. Ik heb dat niet. Kale neet ben ik. Nazi, I don't know what makes you neo or not. Anyway, that attacked the Jewish... Hij zei Nazi. Hoorden jullie die? De Nazi-kaart. De nazi's, dat was een uitvinding van de katholieke kerk. Dus ze zitten gewoon hier, je hebt dus het gewone katholicisme en je hebt dus het nazidom van Adolf Hitler. Met die, al die Joodse mensen, gedetermineerde mensen moet je zeggen. Dat waren voornamelijk Joodse mensen. En die zijn daar niet zo makkelijk uit weggekomen. En een ongelooflijke aantallen zijn er gewoon aan overleden. Maar dat was de paus, hè. Centers. Was that in Kansas? Yes. Yeah, that's from where you're from, yeah, right? That's in my neighborhood. A lot of people I know were there. Yeah, and he wound up shooting two Christians, yeah, and killing two Christians and didn't shoot any Jews. And it's like, God, they're so profoundly stupid and they prove it in everything that they do. Nou, geweldig. Ik vond het een geweldige uitzending. Even kijken, hoor. Eentje kunnen vinden. De allermooiste. Nee, we gaan even Barbara Spector erbij pakken. Kom. Als jullie nog even tijd hebben. Barbara. Nee, dat is een fout. Spector. As we heard, there are people in Sweden who support Israel and have a deep sense of the injustice of the present situation. Oké, je zet hem even stil. Hierboven, dat zien jullie, ja. Dit is een driehoek. Dat doet dus denken aan de farao's, aan de piramide. En daaromheen, ik zal het even aanwijzen met mijn muis, is dat een zonnesymbool. En deze vent is natuurlijk een klootzak. Want die heeft een stom pakje aan met een dingetje hier en een dingetje daar en een bandje zus en een ding om zijn keel. En ook zo'n puntje op zijn hoed. En waar heb je dat voor nodig? Dit is een lul. It's these people who give hope to those who still believe that things will get better here. One of them is Barbara Spector, a former American who made Ali. Kijk, en hier gaat het om. Deze vrouw, die heet Barbara Spector. En zij is een Joodse vrouw. Ze is geboren in Amerika. En de haar zit goed, vind ik wel. Ze heeft wel een bril, die kan wel. En dat pakje, dat is ook op zich wel goed. Maar ik vind het niet een shaggable slut of zo. Deze er misschien nog wel. Dat polshorloge afdoet.
dan weet toch deze, die zou ik ook echt nooit willen neuken. Gewoon helemaal nooit. En die ook niet. Stel je voor dat je daar kinderen mee krijgt. Ja, en dan 10 jaar ago, with the help of the government of Sweden, set up a non-denominational institute of Jewish learning. Ja, dus Jewish learning. Hè? Dus de Joodse leer. Dan heb je ook hier European Jewish Fund. Ja. En dit is haar stichting, Paideia. En dat is Grieks. En als je een geschiedenisboek weet te vinden, dan snap je wel dat het allemaal bij elkaar hoort. Hè. Misschien op internet gaan kijken of zo. With the Greek name of Paideia, here in Stockholm. She believes the current way... Nou, oké, en deze vrouwen dan, die hebben dus 1, 2, 3, 4 vrouwen in beeld. Hè? Nou, deze vind ik echt non-checkable, gewoon zonder meer niet. En die vond ik al non-checkable. En deze, weet ik niet, maar die vind ik nog wel redelijk uitzien. Maar misschien ook wel niet. Oh, ze klappen. De Joden hebben een belangrijke rol. Hoorden jullie dat? Play in a country undergoing profound change. Ja. I think there's a resurgence of anti-Semitism because at this point in time. Ja, nu gaan we even teruggaan. Dit is een hele mooie. Even kijken of we even teruggaan. Ietsje verder misschien. Want dit is dus Barbara Spector die nou in beeld komt. En die gaat dan vertellen dat de Joden een belangrijke rol hebben in het tot stand komen van, nou ja, wat eigenlijk? Dat de Joden de baas gaan worden. En zij is dus ook een sukkel, hè? I think there's a resurgence of anti-Semitism because at this point in time Europe has not yet learned how to be multicultural. Ja, precies. Wij hebben nog niet geleerd om multicultureel te zijn. En dat is het probleem van Europa. En zij, namens de Joden, die gaat dat dus eventjes verbeteren. Zij komt dat hier gewoon. En zij snapt ook wel dat ons niet, ja, dat wij het niet per se leuk vinden dat al die migranten hier naar binnen komen. Maar aan de andere kant, ja. And I think we're going to be part of the throes of that transformation. Kijk, zij, die transformatie van die immigranten hier in Europa, daar gaat zij dus gewoon, oh, wat ben ik blij dat dit mijn oma niet is, hè? Je zal maar zo'n domme oma hebben. It must take place. Europe is not going to be the monolithic. Europa mag niet meer monolithisch zijn. En monolithisch, dat woord betekent één. Mono is één. En lithos, dat is Grieks, dat is één steen. Eén geheel, zeggen we op zijn Nederlands. Dus Europa mag niet langer één geheel zijn. Societies that they once were in the last century. Jews. Ja, precies. Dus Europa was wel één geheel. Dat was dus zo, maar dat is niet goed. Hè? Is that they once were in the last century. Ik heb hem even teruggehaald. Even terug. Even terug. Hè? Wat zei ze nou? Het punt is dus dat Europa, dat vormde één geheel. En dat hebben we vooral gezien in Duitsland. Waar je allemaal graafschappen en hertogdommen en weet je van alles. En maar iedereen was een beetje, oeh, lololo, geht's goed. Daar hebben deze lui echt een pesthekel aan. Ja. Dus hoe ga je nou die monolithiciteit, die tevredenheid der mensen, hoe maak je dat kapot? Nou, Barbara Spector, die weet dat de Joden daarvoor gaan zorgen. Is natuurlijk helemaal geen gelijk. Hè. Want Joden kunnen dat helemaal niet. Dit is de paus. Societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. Hoorde je dat? Dus Joden die gaan in het
hoe moet je dat zeggen? Joden zijn, die worden het middelpunt van het bewerkstelligen van de verandering van Europa, van een monolithische, dus een eenheid, naar een multiculturele samenleving. Maar zij gaat het helemaal, ja, zij weet dat. They are now going into a multicultural mode. And Jews will be resented because of our leading role. Kijk, en nu zegt ze het ook. Joden zullen daarvoor verguisd worden. Zij stuurt aan. Zij kondigt van tevoren aan. Dat de Joden, die gaan het doen. Hè? En die zullen daarvoor echt gehaat worden. Maar zij weet dat zij gelijk heeft. Dat Europa kan niet langer gewoon blank blijven. Daar moeten Noord-Afrikanen naartoe. En daar moeten Afghanen naartoe. En die moeten die Europeanen een lesje gelezen. En Barbara Spector is ook een hele mooie vrouw. Ik bedoel, zou je deze vrouw willen neuken? Zou je deze vrouw willen als je oma van je kinderen, als je er niet wil neuken? But without that leading role and without that transformation, Europe will not survive. Precies. Zij weet gewoon dat het feit dat Europa, dat een eenheid zou zijn, dat kan niet. Ja. Dat kan gewoon toch niet? Hoezo zou Europa een eenheid kunnen zijn? Ja. Dat Europa moet kapot. Ja. Dat is tragisch natuurlijk. En de Joden die zullen erom gehaat worden dat ze Europa kapot hebben gemaakt. Maar de Joden moesten het wel doen. Ze de Joden hadden geen keus. Na al die holocaust. Ja, kijk nog even naar haar. Paideia. Oh jammer, hij is afgelopen.